Gaulle. En om te voelen dat onze stad terug in de belangstellingen kan beginnen staan. Ons oude vliegershuis wordt vanaf nu op spectaculaire wijze omgebouwd tot het leeshuis. Omgedupt. Het is iets wat aan mijn klank en veel lampjes op een moderne manier verlukt. Door mij te verenigen en natuurlijk om goed te kunnen zien door op stroom te gaan staan. Want de auto's moet van de vliet de andere kant op gaan. Vergeet als het gedaan is, wel niet van ons weer op dat voetpad te gaan staan, want de vliet en toen onder een job hield de ganse gedorp. Maar voordat hier van start kan gaan, gaat onze schip Stefan Verkamer nog wat vertellen. Heeft hij dat uit van zijn leven al een keer kort gedaan? Men, zeg hij, het voort! Meneer de burgemeester, collega's uit het schipcollege en de gemeenteraadleden van de bijzonder comité, beste genodigden, beste leden van de BIEB, beste allemaal hier, samen rond onze BIEB, rond ons leeshuis en het vleeshuis. Voor u staat een heel tevreden schip van cultuur die eindelijk mag zeggen dat onze gerenoveerde en vernieuwde BIEB vanaf morgen weer volledig open is. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost. We hebben af en toe een keer gezucht, zelfs gevloekt, bij opnieuw een tegenslag en een vertraging door een niet te goed presterende hoofdaannemer. Maar vandaag zijn we er. En ik ben daar ook heel content en heb zeer veel waardering voor het engelen geduld van de architectenbureau, onze eigen stadsarchitecten, onze werfopvolgers en ons ganse BIEB-team. Ook onze eigen technische dienst heeft wonderen verricht. Met vereende krachten en volhouden inspanningen heeft gans deze ploeg van verschillende diensten en mensen met veel gedrevenheid dit project toch tot een goed einde gebracht. Een welgediende, dikke merci daarvoor. Deze BIEB is niet zomaar een BIEB. Dit vleeshuis, een historisch gebouw in het centrum van onze stad, dat nu ons leeshuis noemt, heeft een rijke geschiedenis en zal vanaf nu de bibliotheek van de toekomst zijn. De rijke lange geschiedenis die ga ik niet vertellen, want die horen en zien jullie tijdens het originele klank- en lichtspel. Wel wil ik daar één aspect toch uithalen, namelijk de periode van de jaren 80 en 90, waarin dit historisch gebouw in ere werd hersteld en een nieuwe toekomst kreeg. In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw raakte dit gebouw in verval en werd het eigenlijk een litteken, een kankerplek in ons historisch centrum. En het is een van mijn voorgangers, Jean-Pierre van der Meer, de schepen van cultuur, maar ook historicus, hoe kan het anders, die voor een kantelmoment heeft gezorgd. Hij was de voortrekker en pleitbezorger om dit gebouw grondig te renoveren en een nieuwe functie te geven. Hij moest een lastig parcours afleggen, met veel weerstand, maar het was immers toen een periode van opgelegde besparingen, maar met veel overtuigingskracht heeft hij het toenmalige scheepcollege toch kunnen overtuigen. En ik wil hem dan ook van hieruit een welgemeend eresaluut brengen. Ik kon er vandaag zelf niet bij zijn, want ik heb gezien dat zijn Annie hier is, en die zal hem zeker en vast de groeten overbrengen. In alle geval heeft zich in dat dossier vastgebeten en met veel volharding en doorzettingsvermogen werd het gebouw gerenoveerd. En in 1993 kon de BIEB hier haar intrek nemen. Ook een woord van dank aan onze voormalige algemeen directeur, Luc van Quickmorne, die met zijn onderhandelingstalent en de
ja, hoe zou ik zeggen, zijn gekende stijl toch wel de restauratiedossiers toen begeleid heeft en ervoor gezorgd heeft dat er ook voldoende subsidies naar onze stad kwamen voor die renovatie. En ook nu, dat was een van zijn laatste grote projecten, konden we opnieuw op hem rekenen. Maar ondertussen zijn we 30 jaar verder en zijn de tijden en de zeden veel veranderd. En ook een bibliotheek moet mee met haar tijd, vandaar dat we ervoor gekozen hebben om het nieuw concept van de bibliotheek te laten samenvallen met de grondige renovatie van dit gebouw. En ik moet zeggen, we hebben daarbij de steun gekregen van iedereen en van het ganse stadsbestuur over alle partijgrenzen heen. Alle dossiers voor dit project werden allemaal unaniem goedgekeurd in de gemeenteraad. En dat vertrouwen heeft ons gestimuleerd om met veel creativiteit te werken aan een BIEB voor de toekomst. We zijn ervan overtuigd dat we met deze vernieuwde BIEB de toon hebben gezet in de regio. Maar bovenal zullen we onze inwoners opnieuw een zeer kwaliteitsvolle dienstverlening kunnen geven. En ik nodig iedereen uit om de komende dagen en weken te komen kijken, kennis te komen maken, om te voelen en te ervaren wat we met deze BIEB van de toekomst in petto hebben. En hoe we daarvoor nu een eigentijdse aangepaste infrastructuur hebben. Dit wordt hier een centrale ontmoetingsplaats in de stad. Met een leescafé, waarbij je met een tas koffie je krant of je tijdschrift leest. Met een peuter- en kleuterafdeling, een zelfuitleenbalie, studententafeltjes om te studeren tijdens de blok, gratis pc- en internetgebruik, een inleverbus waar je 7 op 7, 24 uur op 24 uur je boeken kan inleveren en zoveel meer. Maar ook een ruimte om te beleven, te luisteren en te ontdekken. Vandaar een kleine aula ook, met mogelijkheden voor lezingen, poëzie en presentaties. Dames en heren, ons creatief BIEB is er klaar voor. Met veel energie en enthousiasme staan zij en wij te popelen om erin te vliegen. Tientallen ideeën en voorstellen worden de komende maanden uitgewerkt om dit gebouw opnieuw te doen bruisen en weer tot leven te brengen. Verenigingen, scholen, groepen zijn hier altijd wel gekomen voor een kennismaking en een rondleiding. We zullen ze met open armen ontvangen. Het is dus zover. Maar vooral jullie te overdonderen met het prachtige klank- en lichtspel, toch ook nog een klein paar woorden van dank. We waren enorm gecharmeerd door de samenwerking met het architectenbureau KNAP. En ik moet zeggen, ze hebben samen met onze stadsarchitecte Kirsten en met haar team van de werfopvolgers en het BIEB-team hier eigenlijk wel een knap resultaat neergezet. Ook veel stadsmedewerkers en de verschillende diensten verdienen een dankwoord. Maar vooral was het mooi om te zien hoe de mensen van onze technische dienst met zeer veel inzet hier echt wel heel wat werk hebben verzet. Zowel tijdens de verhuis van hier naar de garagebied als de terugkeer van de garagebied naar hier. Zowat 75.000 stukken, waarvan 50.000 boeken, zijn door hun handen gegaan en geloof me, het waren zware dozen. Maar het is beloofd, samen met het BIEB-team gaan we ze uitnodigen en hier in dit gebouw eens verwelkomen en ze extra verwennen. En ik sluit een beetje chauvinistisch af. Oudenaarde kent een rijk en boeiend verleden. Maar vandaag bruist onze stad op cultureel vlak. En dat we hier veel talent van eigen bodem hebben, bewijst ook dit licht- en klankspel vanavond. Het is een volledige oudenaardse productie, waar ik nu al heel fier op ben. Renaat Vervaken schreef in samenwerking met het BIEB-team het scenario en stond in voor de vormgeving, de mapping zoals ze dat zeggen ook. De stem is van Dirk van der Beken en de professionele projectie gebeurt door Justin Mergiers van Grizzly Sound. Hugo Elebout, tenslotte filmt het gebeuren vanavond, zodat we dit klank- en lichtspel later nog kunnen gebruiken en ermee de boer op kunnen. Geniet van dit spektakel. Maak vanaf morgen kennis met onze BIEB, van deze gepolijste parel in onze stad, een toekomstgerichte bibliotheek in een gerenoveerd historisch gebouw. Maar nu showtime. Dankjewel.
Oudenaarde, omstreeks 1300, een stad in volle middeleeuwse bloei. Op een uithoek van de markt bouwen noeste werklieden een nieuw pand in opdracht van de gilde der vleeshouwers. De bouw van dit huis, het Maïzeel, vormt het startschot van een merkwaardige geschiedenis. De naam van dit huis? Het Vleeshuis. De meeste beroepen zijn in gilden en ambachten georganiseerd, ook de vleeshouwerij. Vlees verwerken en verkopen gebeurt gecentraliseerd, waardoor er ook centrale controle is op de prijs en de kwaliteit. De drie eeuwen erna groeit het vleeshuis uit tot de centrale plek waar slagers en de Oudenaardse bevolking elkaar ontmoeten. Ondertussen bloeit de stad vanaf de 15e eeuw dankzij de productie van wandtapijten en wordt ze zelfs de verblijfplaats der edelen genoemd. Midden de 16e eeuw barst het vleeshuis uit zijn voegen. Als enig vast gebouw op het marktplein moest het onder dwang van de stad uitwijken naar zijn definitieve plaats op de Kleine Markt. Daar beginnen ze vanaf 1584 een nieuw bakstenen vleeshuis te bouwen, afgeboord met hardsteen. Dit degelijke nieuwe gebouw doet zo'n 200 jaar dienst. Midden de 18e eeuw echter stapelen de problemen zich op en dringt de gilde der vleeshouwers bij de stad aan op grondige vernieuwingen. Ook de Kunstacademie, pas in 1773 opgericht, moet vanwege zijn succes snel een vast onderkomen vinden. En dan gebeurt er iets merkwaardigs. In 1780 gooien de oprichters van de Kunstacademie, Philippus van der Meers en Antone van den Ende, het op een akkoord met de stad en de vleeshouwers. De stad stelt hen als architecten van het nieuwe vleeshuis aan en ze mogen zelf enkele vertrekken als academie inrichten. De bouwwerken vorderen snel en op 25 augustus 1783 nemen ze het nieuwe gebouw in gebruik. Opgetrokken in neoclassicistische stijl blijkt de voorgevel een echte blikvanger. Het wapenschild van de stad, in hardsteen uitgevoerd, schittert onder de kroonlijst, geflankeerd door ovaal medaillons met Latijnse opschriften. Die luiden, vertaald: het bestuur en het volk van Oudenaarde hebben in 1780 met eigen middelen deze school opgericht, die in 1776 tot Koninklijke Academie voor Teken- en Schilderkunst verheven werd. Het nieuwe vleeshuis, verenigd door zijn dubbele functie, is een symbool van de overgang van de ene wereld naar de andere. De vleeshallen vertegenwoordigen de oude wereld van de gilden en ambachten, terwijl de academie een kind is van de verlichting. Na de Franse Revolutie verzwakt de macht van de gilden en ambachten en vanaf 1868 stopt de vleesverkoop in het vleeshuis. De academie daarentegen kent haar hoogdagen. In 1838 telde ze al 135 leerlingen en 3 leraars. Rond diezelfde tijd, in 1840, beslissen een aantal enthousiaste inwoners een openbare stadsboekerij te stichten. Die bibliotheek biedt alleen historische en wetenschappelijke literatuur aan, meestal schenkingen. Er ontstaat een zeer mooie basiscollectie aan handschriften en zeldzame drukken, onder andere van Arend de Keizer. In 1880 is het lokaal te klein geworden en een verhuizing van die stadsboekerij naar het kasteel van Bourgondië aan de Schelde dringt zich op. Tegen 1922 bevat de collectie een toegankelijker aanbod van onder andere jeugdlectuur en ontspanningsliteratuur. Dankzij de erkenning door de staat in 1929 krijgt ze voortaan ook subsidies van de staat en de provincie. Ook in de dorpen rond Oudenaarde schieten de bibliotheken als paddenstoelen uit de grond. In 1965 verzamelen ze zich in de VZW, Openbare Bibliotheken der Dekenij Oudenaarde.
Zo'n 2 jaar later verhuist de grote openbare stadsboekerij naar een modernere locatie in de Wijngaardstraat. Ondertussen wordt er ook bij de academie niet stilgezeten. Na 170 jaar gebruik is het vleeshuis aan vernieuwing toe. In 1959 wordt het dak verwijderd en komt er een platdak in de plaats. De plannen voorzien erin dat het hele gebouw als academie dienst zal doen. Maar al in 1962 doen zich ernstige problemen voor. Een deel van de aanpassingen, uitgevoerd in beton, blijken te zwaar voor het oude geraamte. Het oude vleeshuis begint te scheuren. De academie is genoodzaakt een ander onderdak te zoeken en vindt dit in de voormalige abdij Maagdendalen. 14 jaar later, in 1976, verhuist ook de bibliotheek naar de abdij. De stad heeft in dat jaar net de overkoepelende VZW van de bibliotheken overgenomen. In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw raakt het vleeshuis verder in verval. Zijn lot lijkt bezegeld. Het ooit zo prachtige gebouw verandert langzaam in een litteken dat de mooie binnenstad verminkt. Eind de jaren 70 is het belang van de bibliotheek zo gestegen dat een voltijdse werking noodzakelijk wordt. De groeiende collectie van de BIP is al snel te groot voor de abdij Maagdendalen. De stad moet dringend op zoek naar een nieuwe permanente locatie. Het bouwvallige vleeshuis lonkt, maar de verbouwingskosten blijken astronomisch en de politiek aarzelt. In 1984 gebeurt het toch. De stad beslist om het vleeshuis te renoveren. De bouwwerken beginnen in 1987. De volledige binnenkant wordt afgebroken en heropgebouwd. Alleen de vleeshouwerskamer blijft intact. Een kelderverdieping wordt toegevoegd en een vierde verdieping verschijnt onder een gloednieuw koperen koepeldak. In mei 1993 is het zover. De nieuwe Oudenaardse Stadsbibliotheek opent haar deuren in het gerestaureerde vleeshuis. Er is nu ook plaats in de collectie voor muziek en later zelfs dvd's. Midden de jaren 90 beschikt ze als een van de eerste Vlaamse bibliotheken over internet. De bibliotheek duikt fris het nieuwe millennium in en kent haar succesvolste jaren ooit. De collectie groeit aan tot een verbazingwekkende 75.000 stuks en beslaat een zeer breed gamma. Maar dit succes heeft een keerzijde. Het drukbezochte gebouw is na amper 30 jaar opnieuw aan verjonging toe. In 2020 sluit het oude vleeshuis de deuren. De collectie van de bibliotheek flirt even met haar oude locatie, want een deel ervan wordt tijdelijk uitleenbaar in de garagebib in de Wijngaardstraat. 2 moeizame coronajaren verstrijken, terwijl werklieden het interieur grondig aanpakken. En vandaag is het eindelijk zover. De bibliotheek is helemaal gemoderniseerd met een hedendaagse en uitnodigende uitstraling. Kom elkaar ontmoeten in ons leescafé. Blader door onze nieuwe aanwinsten in het leessalon. Geniet van cd's en lp's in het muzieksalon. Of kom eens naar het luisterhuis voor een auteurslezing met uiteraard een drankje achteraf in de foyer. Maak kennis met een toekomstgerichte bibliotheek in een historisch pand. Welkom in het Vleeshuis.
gebouw met moderne techniek wordt overgoten, kunnen wij alleen maar hopen dat je hebt genoten. Het leeshuis zet zijn geletterde deuren vanaf morgen zonder reservatie open voor groot en klein. En zal een bezoek aan de binnenkant met reservatie deze avond enkel voor genodigden zijn. Mag ik aan de genodigden vragen om na het vastleggen van een geldig CST het boekenhuis te betreden om te zien waarvoor jullie het allemaal wel deden. Laat mij daar dan binnen in naam van boeken de genodigden bedanken met de juiste info over geestrijke dranken. Tot slot, voor één ieder, een goede avond, een wel thuiskomen en dat we nog veel vaak ongelimiteerd mogen toepen komen. Man, zeg het woord!